Mijn cursor hier is zelf in beeld. Oké, welkom terug allemaal. Vandaag gaan we verder werken aan een klimrek voor de jongste op basis van dit soort elementjes. Dus eigenlijk, wacht, ik zal even snel een tekening. Ik heb niet zo heel veel nodig. Dus ik zal snel even een tekening laten zien van het eindresultaat. Hier, dit. Dat is het. En hier kunnen we het ook redelijk goed zien. Maar het is die versie met de verschillende segmenten dat ik ga maken. En dat is zo'n segment. Dus je hebt niet zo heel veel nodig. Je hebt een zaagmachine nodig en een boor. Best dat je metaalbits gebruikt om te boren. Dat je een schoner... dat je haten mooier door de multiplex komen. Want als je een gewone houtboor gebruikt, dan krijg je het probleem dat de kant waar je eruit komt, dat dat hout helemaal aan het diggelen gaat. Dat is mijn hout. Ik heb nu gewoon een... goedkoop een of andere dennensoort, 122 op 2,44 meter. En ik zag daar stroken af van 10 breed. En dan die strook van 10 breed verdeel ik in zo stukken van 40. Dus dit stuk is 10 op 40. Ja, en die hoekjes rond ik dan af. Dus dat doe je met je zaagmachine, dat afzagen. En dan met een boor boor je die gaten. En daar steek je pluggen in, dus je hebt ook zo'n pluggen nodig. Op zich, de positie van die roos van gaten is niet zo super belangrijk op de plank zelf. Maar het is wel super belangrijk dat de plaats tussen die verschillende gaten op elk plank hetzelfde is. Daarom heb ik heb een tekening gemaakt. Een technische tekening op de computer. Dat was met het programma CorelCAD voor Mac. Een programma van 800 euro. Ik heb het niet gekocht, ik heb gewoon de gratis versie gebruikt. Het probleem met de gratis versie is dat je het niet kunt opslaan en ook niet kunt printen. Dus ik heb dan een screenshot gemaakt. Ja, ik heb een beetje moeten foefelen. Ik heb dan uiteindelijk een screenshot gemaakt en dan heb ik het geprint op 50% dat op het blad past. En dan heb ik nog berekend, dus die bovenkant moet 10 centimeter zijn bijvoorbeeld, heb ik berekend op hoeveel procent dat ik het zou moeten afdrukken om op de juiste schaal uit te komen. En dit is op de juiste schaal. Oei, dat komt al niet overeen. Ik heb blijkbaar mijn plank toch niet 10 breed gemaakt. Of mijn technische tekening klopt niet. Dus dat ga ik nog even opnieuw bekijken. Ah ja, dat heb je ook nog nodig. Ronde stokken. Ik heb deze stokken, een meter 15 waren die van lengte. En ik heb ze gewoon in twee gedaan. Je kunt kiezen in welke lengte dat je ze doet. De lengte dat jij ze afdoet, is de breedte eigenlijk. Dat je uiteindelijke klimrek zal zijn. Die zijn 2 centimeter in doorsnee, maar die zijn wel van eik. Dus die zijn wel... vrij stevig. En daarvoor heb ik een apart boordje nodig. Dat is dat hier. Van in mijn geval dus 20 mm, waardoor je dat kunt boren. Er niet volledig door. En dan aan de andere kant komt er dan een schroef om dat vast te zetten. Dus ik gebruik dat soort ja, wat is dat, invalzaag. Om stroken van die plank af te zetten. Ik gebruik, dat is in mijn geval, is dat nou de douche... groot afdekplaatje, maar je kunt ook gewoon een recht stuk hout of zo gebruiken om langs te gaan. Dus ik kan er uit die 122 kan ik er 3 maken en ik heb er 1, 2, 3, 4 nodig per stuk. Dus ik ga er 3 afdoen, dan heb ik nog eentje reserve ook. Zo, dat zijn alvast mijn 3 planken. Dus echt 40, 80, 120. Nu ga ik dit hier als mijn template gebruiken. Ik kan ook aanduiden dat dat mijn template is. En daarop leggen. En dan uitboren. Mijn cursor hier is zelf in beeld. Daarvoor neem je denk ik best uw tijd, omdat dat eigenlijk uw... uw voorbeeld is, en vooral de andere plankjes. Als je in deze slecht doet, ja, dan zijn al je andere plankjes ook slecht. En dan... ik weet niet of ik hier genoeg liggen heb. En dan is de vraag natuurlijk of dat in elke positie... dus zo past het in elk geval, zo heb ik het geboord. Hè. Dus dat is niet moeilijk dat dat past. Het zal vooral spannender zijn of het ook zo nog past. Ja. Dus zo krijg ik het ook. Voilà, bij deze heb ik ze allemaal geboord. Dus je hebt er 8 in totaal. 2. Nee, dus 2 keer 2 is 4 met aan de ene kant de gaten. En 2 keer 2 is dus 4
Met aan beide kanten. Dat zijn de centers, dat zijn de middelste stukken. En nu moet ik nog overal die gaten boren voor die stokken. En dat doe ik, dus die is 40, dus dat doe ik gewoon op 10 telkens. Op al mijn plankjes zijn mijn 3 gaten geboord. Ik heb nu ook net hier die hoekjes afgetekend, gewoon op 2,5, 45 graden. Dat is gewoon op het hoogste. Ik ga dat denk ik met die cirkelzaag allemaal snel afdoen, ook die hoekjes. Ja, alles is nog super ruw op dit moment. Maar ik ga het dus eerst een keer aan elkaar steken. Om te zien wat dat geeft. Zo dus. Ik ga hem nu voorlopig zo opstellen voor als testen. Nu nog die stokken verbinden. Die schroef ik er gewoon in, langs achter. Voilà. Versie 1 is klaar. We gaan eens gaan testen.